heeft een heel leuk leven. Hij is super slim, hij had goede cijfers en heeft veel vrienden. Ook heeft hij een lieve moeder en zus en hij woont in een mooi huis. Toch is Isaac niet altijd blij. Dit is Isaacs vader. Isaac heeft hem nooit gekend en weet niet waar hij is. Lieverd, ga je nu slapen? Mama. Oké, wat te rusten. Ja, rusten. 's Nachts heeft hij vaak nachtmerries. Dan droomt hij dat zijn vader dood is. Telkens weer opnieuw. Volgende dag op school vertellen de kinderen over hun weekend. Wie wil er wat vertellen wat hij in het weekend heeft gedaan? Ja, Hakim. Nou, ik ben naar de wedstrijd van mijn vader geweest en hij is gewonnen. Hij heeft 3 keer gescoord. Oh, wat leuk. Wat een knappe vader. Wie heeft er nog meer wat te vertellen over zijn weekend? Jamal? Ik ben mijn vader naar het buitenland geweest om te gaan skiën. Oh, wat leuk. Ha, je vader komt weer skiën. Ik ben gewoon jaloers omdat je geen vader hebt. Zo. Je bent gewoon jaloers. Ja, jammer. Eenmaal thuis gaat het niet veel beter. Ja, hij is nu al binnen. Ik ga hem gelijk op zijn kop geven. Dank u wel. Dag. Luister eens. Die juf heeft net gebeld en ik heb heel slecht nieuws over jou. Ben je nou gewoon van school weggelopen? Nu naar je kamer! Wat stomme moeder zeg. Weet jij wat er met hem aan de hand is? Hij luistert ook echt niet, hè? Die nacht heeft Isaac weer een nare droom over zijn vader. Nee! Gelukkig, het was maar een nachtmerrie. Wat is er? Gaat het? Ja, een beetje. Alleen. Ik ben echt bang dat iets ergs of zo met hem gaat gebeuren. Waar is de foto? In de prullenbak. Ik mis hem. Ik mis hem ook. Weet je, als je 12 bent, gaan we ons vader zoeken. Want iedereen heeft recht om te weten wie zijn vader is. En ook wij. Dank je wel. En wij. Samen staan we sterk. Ja.